Vandaag is het zover. Het is de dag dat we gaan proberen om Pokémon kampioen te worden met alleen maar watertype Pokémon. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan proberen dus Pokémon kampioen te worden met alleen maar water Pokémon. En het is dus eindelijk zover dat we tegen Leon op mogen nemen. Ik ben even gaan trainen in de Wild Area. Dus ja, mijn Pokémon zijn wel een leveltje hoger dan in de vorige video. Ze zijn minimaal level 60 en maximaal level 63. Want mijn Pokémon waren eerst level 53 en zo. Ja, dan ga je het niet winnen. Dan ga je het echt niet winnen van Leon. Sowieso heeft hij natuurlijk ook een Rillaboom. En ik heb alleen maar water Pokémon. En met level 53 water Pokémon ga ik Rillaboom echt niet verslaan. Dus dat zou sowieso een probleem worden. Dit is het ultieme Pokémon gevecht tegen Leon. We gaan het doen. En dit gaat serieus nog moeilijk worden, jongens. Hij begint sowieso met een Aegislash. En dat is al gelijk een probleem voor mijn team. Eigenlijk heeft hij best wel veel Pokémon die een probleem zijn voor mijn team. Maar Aegislash is gelijk al een ding. Ik begin hierom met Toxic Spikes. Dat betekent dat iedere Pokémon die strakjes in het team komt van Leon, die eruit wordt gegooid door Leon in deze battle, gelijk gepoisoned is. Dus dat is natuurlijk super lekker. Dat werkt alleen niet op Aegislash. Kan niet gepoisoned worden. De volgende stap die ik ga doen is wisselen naar Jennifer. Want Jennifer kent een Dark-type move. En Dark-type moves zijn super effective op Aegislash. Dus dit is het begin van de battle. Laten we eens even kijken wat hij gaat doen. Hij heeft in ieder geval mij niet aangevallen. Dat is lekker. Misschien gaat hij dat nu wel doen. Hij gaat nu zijn stance changen. Dat betekent inderdaad dat hij in de blade vorm zit. Ja, en nu gaat hij op een Shadow Ball. Daar komt die Shadow Ball Ghost-type move. Doet bijna de helft van mijn HP damage. Hij gaat nu weer in zijn schild vormen en doet King's Shield. En dat betekent dat ik hem niet aan kan vallen. En ook dat mijn attack naar beneden gaat. Dus dit is wel een beetje balen. Nu kunnen we wel Crunch doen. En dat doet ongeveer 1/3 damage. Nu gaat hij een Shadow Ball gooien. En die doet weer voor de helft damage. Ik heb hier rekening mee gehouden. Ik heb namelijk Full Restores gekocht. Die ga ik even gebruiken op Jennifer. Want ik verwacht dus dat hij nu weer in zijn andere vorm gaat. Ga je dat doen, vriend? Of niet? Nee, dat gaat hij niet doen. Hij gaat lekker Shadow Ballen. Nou, dan gaan wij maar weer vechten. En wij gaan crunchen. Oké, nice. Nu, ja, is dit een critical? Nee, dat was gewoon super effective. Nice! Omdat ik eerst maar 1/3 damage deed, had ik niet verwacht dat dit zoveel pijn zou doen. Maar dit is lekker. Patrick gaat gelijk naar level 64. Onze Toxapex. Oké, de eerste Pokémon in dit eindgevecht is down. Wie gaat Leon nu inzetten? Dragapult. Dan blijf ik nog even bij Gyarados. En zoals je ziet, inderdaad, Dragapult is nu lekker gepoisoned. Oeh, Dragapult kent Thunderbolt. Oh, dit gaat een groot probleem zijn voor mijn team. Hiermee zou die wel eens deze battle kunnen gaan winnen. De enige met een super effective move op Dragapult is Davy Jones met Ice Beam. Maar Davy Jones is nooit sneller dan Dragapult. Ik overleef het wel. Oké, dat is lekker. Dan gooi ik nu een Ice Beam erbovenop. Ja, nice, nice. Oh, een critical hitje. En die zijn ook extra critical door de ability van Octillery. Oh, snap. Oké, Leon speelt nu zijn Rillaboom kaart. En Rillaboom zou mij ook echt keihard kunnen nakken met al zijn gras aanvallen. Rillaboom komt erin. En is natuurlijk poisoned. Ik heb Toxapex er weer uitgegooid. Want poison is super effective tegen Rillaboom. Dus laten we hopen dat poison jab sneller. Hij doet Endeavor. Oké, dat snap ik niet. Dit is een hele foute move van Leon. Endeavor, daar snap ik helemaal niks van. Dit zorgt ervoor dat Rillaboom al voor de helft down is. Oh man, de Pokémon kampioen maakt wel echt een hele grote fout hier. Hopelijk doet hij dat gewoon nog een keer. Hij doet het nog een keer. Hier, poison jab voor jou. Waarom gebruik je geen gras aanvallen? Oh ja, ik ben natuurlijk poison. Daarom doet hij dat niet. Woehoe, oké. Okay, Smeagol en Reptile. Allebei een leveltje omhoog. Nice. Nu komt hij met Hexorus. En ik had eigenlijk moeten wisselen. Heb ik expres niet gedaan. Omdat ik even mijn Octillery wil healen. Dus ik heb nu mijn Octillery geheeld. Die is bijna vol. Die mist nog 10 HP. Hij zit weer op 170 HP. Hexorus gaat mijn Patrick keihard slopen. Dat had ik al ingecalculeerd. GG Patrick. Goed gedaan. En Hexorus krijgt natuurlijk nog wel wat pijn door de poison. Octillery heeft een grote rol, jongens, in deze battle. Ik hoop dat Ice Beam gaat werken. Maar Hexorus is sneller. Hij doet Outrage. Ik denk niet dat hij mij in één keer kapot maakt. 2 HP over, jongens. Oké, dit is wel een serieus probleem. Oké, misschien kan ik dit allemaal nog overleven. Ik ga een Full Restore gebruiken. En ik heb een beetje het gevoel dat Leon nu ook een Full Restore gaat gebruiken op zijn Hexorus. Nee, hij gaat lekker door met Outrage. Weet je wat? Ik laat Hexorus gewoon down gaan door de poison. Ik bedoel, als Leon geen Full Restore wil gebruiken, dan hoeft het niet van mij, hè? Nee, hij blijft gewoon lekker aanvallen. Hij heeft scheid aan zijn Hexorus. Als hij zijn Hexorus nou laat leven en zorgt dat die poison weggaat, dan zou dat super slim zijn van Hexorus.
Hectorus. Maar nee, hij laat zijn Hectorus gewoon helemaal kapot gaan. Ondertussen is David Jones 3500 XP erbij. Lekker, we gaan goed. En naar level 62 is hij dus. De volgende Pokémon die Leon gaat gooien is een Rhyperior. En ik hoop dat ik gewoon die kaart kan wipen. Dan wordt het gewoon Wiperior. Oké, okay, Rhyperior is gepoisoned. Rhyperior is level 64. Ik ben sowieso sneller, dat weet ik zeker. Maar kan ik hem slopen met één snipeshot? Gaat dat lukken? Als dat lukt, dat zou het super chill zijn. Dat lukt. Lekker, Inteleon. Nice, nice, nice. Thor gaat naar level 62. Oh, het plan werkt. Het gaat allemaal helemaal volgens plan, jongens. Woehoe. En dan nu, de Charizard. En dit wordt een ding. Want dan denk je, oh Rick, dat is toch vuur? Die kan je makkelijk hebben, joh, die Charizard. Dit is een vuur-Pokémon. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan moet ik wel even snel zijn. Want deze vuur-Pokémon, deze Charizard, die kent ook even Solar Beam. Dus die kent een grasaanval. En dat vind ik totaal niet leuk. Dat zou een groot probleem zijn voor mijn team. En deze Charizard, die is trouwens ook niet gepoisoned. Omdat die lekker in de lucht blijft vliegen en dus nooit de grond heeft aangeraakt. Ik ben in ieder geval wel sneller dan de Charizard. Dus daar ben ik super blij mee. En ik hoop dat ik één aanval kan overleven. Want Inteleon heeft niet zo'n hele goede defense. Je zou zeggen dat dit makkelijk is. Maar ik geloof er niks van. Ik geloof nooit dat we deze Charizard heel makkelijk gaan beaten. We doen Max Gazer erbovenop. Wat doet dit? Bijna. Ik moet nog even een klein beetje overleven. Oh, wat spannend. Zie je, hij doet Max Overgrowth. De grasaanval. Ik denk dat ik in één keer dood ben met Inteleon. Nee, ik overleef het. Ik overleef de grasaanval van Charizard. Jullie weten wat dit betekent, hè? Jullie weten het. We worden kampioen. We worden kampioen. Wou ik zeggen. Maar nu doet Liam wel even zijn full restore. Hij is weer helemaal vol. Maar goed, hij mag niet aanvallen. Dus dit gaat sowieso wel goed komen. Is dit het einde? Dit is het einde. Wij zijn kampioen. Wij zijn kampioen. Lekker, Inteleon. En er zijn maar twee Pokémon down gegaan. Alleen Gyarados en Toxapex. Het eerste deel van de Water Only Challenge is gewoon gelukt, jongens. We zijn Pokémon kampioen geworden. We hebben ons doel bereikt. We zijn de beste trainer in Galar met alleen maar watertype Pokémon. We hebben dit gedaan. We hebben Liam verslagen. We hebben dit natuurlijk al een keertje eerder gedaan met alleen maar vuurtype Pokémon. We hebben dit ook al een keer eerder gedaan met alleen maar Galar Pokémon. Dit is eigenlijk de derde challenge die we doen op dit kanaal. En jongens, als je het vet vindt, doe even dat blauw duimpje omhoog. En abonneer sowieso op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. Ik ben zo blij dat we een Poison type Pokémon in ons team hadden. Want daardoor durfde Leon geen grasaanvallen te doen. Daardoor had hij eigenlijk niet zo heel veel aan zijn Rillaboom. Dat was echt super chill. Maar het avontuur is sowieso nog niet klaar, jongens. Want er zit nog heel veel nieuwe story in Pokémon Sword en Shield. Zo moeten we natuurlijk nog Sword Ward en Shubert gaan verslaan. Die hebben super veel Steel type Pokémon, dus daarvoor ben ik heel blij dat ik een Seismitoad in mijn team heb, want die kan me daarbij helpen. Die kent namelijk een fighting move, dus dat moeten we ook nog gaan doen. Maar jongens, het is dus nog niet afgelopen, want we zijn weer gewoon thuis en daar hebben we professor Magnolia die me even een masterballetje komt geven. Hoppakee, dankjewel Magnolia. Want daarmee zouden we, als we willen, gewoon in één keer Zacian kunnen vangen. Misschien is nu wel even tijd voor de vraag van de dag. Want de vraag van de dag is, mis jij de Pokémon League? In Sun and Moon was ook geen Pokémon League en hier is ook niet echt een Pokémon League. Maar vroeger was er natuurlijk altijd een Pokémon League in Sword and Shield. Dan moest je tegen de elite trainer, de Elite Four heette die. Maar missen jullie dat? Of zijn jullie wel blij dat de Pokémon Company gewoon nieuwe concepten uitprobeert? In Pokémon Sun and Moon had je natuurlijk de Trials. En nu in Sword and Shield heb je de Pokémon Championships. Gewoon een soort toernooitje. En ik ben eigenlijk wel blij dat ze dat hebben gedaan. Ik vind de Trials in Sun and Moon eigenlijk ook wel heel leuk. Ik ben wel blij dat ze wat afwisseling doen. Maar aan de andere kant mis ik de Pokémon League ook wel. Want dat was toch wel een soort van ultimate... Ja, ik... Een ultiem gevoel van overwinning of zo, als je dat haalde. Nou ja, eigenlijk hadden we dat er net tegen Leon ook wel, hè. Terwijl Hoppy hier ook is. Om even het zwaardje en het schildje terug te leggen op de plek waar ze horen. Eerst moet ik Hop ook weer even verslaan, net als zijn grote broertje. Hij heeft zijn koppie erbij. Ja, maar alleen, hij blijft nog wel voorspelbaar, want hij begint opnieuw met zijn dubbel. Ja, en dan begin ik natuurlijk met Smeagol. Ik bedoel, dit hebben we nou al zo vaak gedaan, Hop. Ik weet al wat je gaat doen, het is zo voorspelbaar. Ga je ook weer Double Edge doen? Is dat je gameplan? Ja hoor, het is weer Double Edge voor Hoppy. Hij doet best wel veel damage. Het is ook gelijk een critical hit. Dus oké. Dan is hij bijna down. Hij is zelfs down door de Rocky Helmet en door de Poison. Helemaal top. Dan nu Corviknight. Ik had eigenlijk moeten switchen naar Lantern volgens mij. Volgens mij heeft Lantern wel super effective moves. Die Smeagol dan weer niet heeft. Weet je wat? Laat ik het gewoon alsnog doen. Hij doet Brave Bird. Dat is volgens mij best wel een goede aanval. Maar niet op Lantern. Hij krijgt er zelf ook weer damage van. Dus dat stond niet heel slim misschien. En dan Discharge. En dat zal... Nee, dat maakt
maakt geen einde aan Corviknight. Lekker, man. Je hebt de goede Corviknight uitgezocht, Hop. Maar ik ga hem wel verslaan, dat wou ik zeggen. Maar Hoppie doet even een full restore. Die denkt, ja, die Corviknight die gaat niet in één klap neer. Laat ik even een full restoretje geven. Maar ja, dan gaan we gewoon lekker door. Dan is hij nu ook paralyzed. Dat betekent dat wij nu sneller zijn met Discharge. En dan is het wel einde verhaal. Ook voor Corviknight. Sorry Hoppie, daar ga je vriend. Jennifer groeit naar level 62, onze Gyarados. En dan krijgen we nu te maken met Snorlaxie. En ik weet nog wel dat Snorlaxie altijd wel een beetje irritant is. Daar heb ik vaak wel een beetje moeite mee. Alleen Snorlaxie is wel maar level 58. Die is 5 levels lager dan mijn Seismitoad. Dus ja, dat is gewoon weer lekker een drainpunch hier erbovenop. Dan gaat hij lekker hammerarm op mijn bakken gooien. Dat mag, dat kan ik wel hebben. En hij kan natuurlijk mijn Rocky Helmet niet hebben. Ah, dat is zo'n fijn ding, Rocky Helmet. Ik zou het liefst gewoon 6 Rocky Helmets hebben voor al mijn Pokémon, jongen. Dat is echt ideaal. Ook Snorlaxie is uit de weg geruimd. Dan nu de classic battle. Reptile versus Cinderace. Ja, en dit is te makkelijk voor Reptile, jongens. Dit is too easy voor Reptile. Arme starter Pokémon. En dan heeft Hoppie nog 2 Pokémon. Waaronder een Pinchurchin. Ja, ik mis mijn aanval. Ik mis mijn Hydro Pump. Ik denk, ik zal toch een keertje Hydro Pump doen. Move waar ik niet super groot fan van ben. Omdat hij dus best wel vaak mist. Ik denk, ik probeer het toch. Nu probeer ik het nog een keer. Ja, en zie je, dat valt best wel mee, hoor. Hoeveel damage we doen. Hij doet nu een elektrische aanval op Thor. Dat is niet zo slim, Hop. Dan krijg ik gewoon lekker HP erbij. Dus bedankt daarvoor. Ik heb sowieso nog 2 aanvallen nodig. Dus weet je wat? Ik doe gewoon 2 keer Bubble Beam. Nou, dat zou best wel eens kunnen dat ik dan nog een extra aanvalletje nodig heb. Ah, ik ben ook nu poisoned. Die Pinchurchin is best wel een oké Pokémon. Ik mis weer mijn Hydro Pump. Wat een scheidmove is dat toch eigenlijk, hè? Dat Hydro Pump. Daar heb je echt geen zakken aan. Natuurlijk, Hydro Pump is super sterk, maar hij mist zo vaak. Hier is hij nog een keer. Ja, hebben we hem? We hebben hem. Dat is denk ik gelijk de allerlaatste keer dat ik Hydro Pump gebruik. En dan mag ik als laatste tegen zijn Cramorant. Wat een baas is dat. Ja, dat blijft toch een hele geinige Pokémon, hoor, die Cramorant. Ik ga eens even een Bullet Seed proberen op Cramorant. Ja, dit is lekker. Oh, we raken hem echt maar 2 keer. Nou, dan gaan we nu door met een Ice Beam. Oh, je overleeft dit nog zelfs. Oké. Nou, doe dan nog een keer een Drill Packie. Dan doe ik nog een keer een Ice Beampie. En dan is het eenmaal done. Klaar. En dan hebben we na Lien ook zijn broertje Hop nog even een keertje een lesje geleerd. Ja, en dan mogen we ons op gaan maken voor de 2 grootste droepies in Pokémon geschiedenis naast Bidde, Swordward en Shubert. Jongens, even een blauw duimpje omhoog, want we zijn Pokémon kampioen geworden. Daar mag best een blauw duimpje voor omhoog. En gooi gelijk even een subpje als je dat nog niet gedaan hebt. Wil je mijn livestream gamen? Volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!